Ja, ATV is altijd een trotse Surinaamse zender geweest. Dat zullen we altijd blijven. We zullen altijd het nationalisme blijven uitdragen en ernaar streven om de Surinamer de informatie, de educatie en de entertainment te geven die ze verdienen. Met deze woorden vertelt Aruna Sarju, manager ATV Network Suriname, over de nieuwe transformatiefase van het station. ATV streeft vanaf 2024 naar het maken van moderne en diverse televisie. Een onderdeel van dit geheel is het gebruiken van het nieuwe logo. Het 37 jaar oude televisiestation stapt als bedrijfsonderdeel van Telesuur ook in een digitale transformatie. In lijn hiermee staat het moderniseren van tv maken, waaronder ook eigen producties. Met de transformatie en het nieuwe logo markeert het station haar plaats in de media als robuust, vastberaden en modern. Het streven is volgens Sarju om ATV een modern imago te geven. Wat ook ons modern karakter zal tentoonstellen op televisie is dat we de gezichten die op ATV komen, jij bent er één van, wat jongere mensen, er is een groot deel van ATV van de mensen die al heel lang hier zijn en die met pensioen zijn gegaan. En dan praten we over Carla Boetius, Marciano Salomon, die moeten natuurlijk vervangen worden. En om dan het moderne tijdperk in te gaan, dan maken we gebruik van jonge, dynamische, frisse gezichten op ATV. En niet alleen dat, we willen ook meegaan in de diversiteit van Suriname, de multiculturele diversiteit. Dus je zal ook een heel nieuw scala aan diversiteit aan mensen die bij ons op ATV komen. En ook de programma's zullen ook wat meer toegespitst zijn op die diversiteit in Suriname. De interactieve rol vanuit de samenleving zal ook een belangrijke factor spelen in deze fase, zegt de manager. De feedback zal als drijfveer worden gebruikt bij het maken van nieuwe producties. Wat meegaat in dat digitale is dat ATV nou een moderner imago gaat hebben. En dat gaat de kijker wel merken. Dus wat we nu willen gaan meenemen in ons beleid is de engagement met het publiek. Via onze social media gaan we daar natuurlijk heel veel op in. Maar ook onze programma's proberen we wat interactiever te maken, zodat we weten wat de kijkers leuk vinden. Maar ook dat de kijker mee kan doen in onze programma's. We hebben bijvoorbeeld al eentje, dat is Questions and Answers. Dan mogen ze bellen, appen via Facebook. Maar zoals ik al aangeef, wij willen echt met Surinaamse content komen. En hoe kom je met Surinaamse content? Alleen maar met de engagement van de Surinamers. Dus dat is een van de speerpunten waar wij eigenlijk op willen voortborduren. En als uniek selling point willen hebben in het medialandschap dat er nu is. Sarju benadrukt dat er in de komende tijden zal worden gewerkt aan het in goede banen leiden van deze transformatie, evenals nieuwe diverse producties. Het nieuwe logo zal per 1 februari officieel worden gebruikt.